Mijn absolute favoriete restaurant in Amsterdam, Regulus Dwarsstraat. Het is nu nog wat vroeg om te gaan eten, maar ik denk dat ik hier vanavond wel ga happen. Naast Shubaloo en Koningsplein. Altijd hetzelfde penne arrabbiata. Ik ben gek op koken en vooral gek op recepten die heel snel te bereiden zijn, maar ook nog eens erg lekker. Dit is een ideaal nagerecht om je kerstdiner mooi af te sluiten. Wat heb je nodig? 125 ml slagroom, 1 eetlepel suiker, 125 gram mascarpone, 100 ml advocaat, een flinke hand rozijnen, bosvruchten, amaretto en cantuccini koekjes. Week de rozijnen een paar uur in de amaretto. Klop de slagroom stijf met de suiker. Klop met de mixer de mascarpone en de advocaat erdoor. Uiteindelijk krijg je een dikke gele substantie. Schep de rozijnen uit de amaretto en roer die door het mascarpone mengsel. Serveer met de bosvruchten en de gebroken cantuccini koekjes. Dit recept heb je echt binnen een hand omdraai op tafel. En het is zo schandalig lekker dat het je niks kan schelen als je daar eventueel nog eens 2 ons van zou kunnen aankomen.